het raadplegen van registers uit vroeger tijden. Wat de moeilijkheden daarbij zijn en hoe die te overwinnen, ziet u nu in Genealogie. Nog steeds gebeurt het, hoewel inmiddels meer uitzondering dan regel. Vroeger hoorde het erbij, uit overtuiging, als voorschrift en gewoonte. Jesper, je ouders hebben hun geloof beleden. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En mogen deze melk en honing je een voorsmaak geven van het beloofde land, mogen Gods geest op je rusten, mogen God bij je zijn op je levensweg. Nog steeds. En de registratie van zo'n handeling is voor wie ver teruggaat in de tijd het nalezen waard. Ook nu, inschrijving in het doopregister. Maar gegevens over de pasgeborene worden nu ook elders op het gemeentehuis vastgelegd. Hier nog net als vroeger. Naam van de gedoopte, datum, namen van de ouders. Eeuwenlang genoteerd door priesters, kosters, dominees. Net zoals zij de gegevens over trouwen en begraven moesten bijhouden. Doop, trouw en begraafregisters. Belangrijke bronnen uit de tijd dat er nog geen burgerlijke stand was. Van voor 1811. Vele van die DTB-boeken zijn nog te raadplegen. Nou, je papieren heb je hier dan niet in gestopt, dus je kan aan de gang vandaag. Een dagje Arnhem, Rijksarchief provincie Gelderland. Wat ben je van plan? Ik ben door de burgerlijke stand heen en dus voor 1811 aanbeland. Uh-huh. En dan ga ik hier de dooptrouw en begraafboek uitpluizen. Aan de hand van mijn voorouders die in Gelderland gewoond hebben. Nou, heb je wel wat voor de boeg vandaag, ja, denk ik. Ja. Goedemorgen. Kaart ben je afgegeven? Ja, dank u wel. Nu Carlijn van Soest met haar onderzoek aan de gang kan, even over die DTB-boeken en de reis die zij maakten. In 1811, bij de invoering van de burgerlijke stand, heb de Franse wetgeving is verplicht gesteld om de dooptrouw- en begraafboeken die dus berusten onder pastoors en dominees over te brengen naar de gemeentesecretarie. En die zijn begin deze eeuw overgekomen naar de diverse rijksarchieven in de provincie. Stapsgewijs is het hier terecht gekomen. En tot wanneer gaan die terug? Die gaan vrij ver terug, maar dat is per plaats weer verschillend. Ik wil zo graag een jaartal horen. Wat is jullie oudste register hier in Arnhem? In Arnhem hebben wij een van de oudste registers. Na Deventer hebben wij het trouwregister van Doesburg. En dat begint al in 1559. En dat is dit register. Dit is van 1559? Dit is van 1559. Dat mag ik vasthouden? Dat mag u vasthouden. De bezoekers krijgen daarvan een fotocopie ter inzage. Oh, wat schitterend. Het is gesteld in het Latijn. Het is een katholiek trouwregister. Katholiek trouwregister. In die tijd, en dat is zo doorgegaan, waren katholieken, ja, mensen die een afwijkend geloof hadden. De bevoorrechte kerk was de Nederduits gereformeerde kerk, wat nu de hervormde kerk is. Konden die mensen toch gewoon trouwen voor de pastoor en de priester en kon het daar ingeschreven worden? Of hadden ze toch de verplichting om nog even ergens anders zich te melden? Over het algemeen is de stelregel dat de mensen dus kunnen trouwen of voor de dominee, in ieder geval in ondertrouw gaan. Dan gingen ze daarna vaak bij hun eigen pastoor, werd de trouw nog een keer overgedaan. Of als alternatief voor het gerecht. Dan konden ze dus voor het plaatselijk gerecht ook in ondertrouw en ook daarna vaak weer bij de pastoor werd er getrouwd. Mm-hmm. Die pastoors, ja,
Er zijn schuilkerken geweest. Maar er zullen hier in Gelderland ook gemeenten zijn geweest waar niet eens een katholieke kerk was. Nee. In Gelderland hebben we de situatie dat we rondreizende priesters hebben gehad die gedeeltelijk ook vanuit Duitsland en vanuit Staats-Brabant Gelderland dus bediende, rondreisde en in de diverse plaatsen de mensen noteerde die getrouwd waren, kinderen die gedoopt werden. En dit is zo'n zakboekje wat zo'n priester dus meenam en waar hij dus per plaats aantekende wie er gedoopt, getrouwd of eventueel soms ook wie er begraven was. Hij kwam langs, eens in zoveel tijd. Is er nog iets gebeurd in de familie? Ja. En schreef het op. Een beetje vlekkerig ziet het er ook uit. Hè? Door het vele gebruik. We hebben ze ook niet allemaal bewaard. We hebben een vrij grote collectie dooptrouw- en begraafboeken. Maar het kan ook nooit een complete serie zijn. Er is in de loop der tijden doorbrand, zoekraken. Is er toch een hoop verdwenen. Maar we proberen onze collectie toch zo compleet mogelijk te krijgen. Te krijgen. Je wil nog, ja, maar je wil dus nog wat hiaten proberen. Er zijn altijd nog wel bij de kerken zelf nog wel oude registers waar wij niet de hele serie van hebben. Dus er is nog hier en daar nog wel een registertje boven water te krijgen. Het laatste wat ik in de burgerlijke stand heb kunnen vinden is een trouwakte uit 1811. Ja. En aan de hand daarvan, van huwelijksbijlagen, heb ik twee doopdata gevonden. En dan wil ik graag ze geregistreerd zien in de DTW-boeken, maar ik weet niet hoe ik daar aankom. Dat kan. Daar hebben we een overzicht van alle dooptrouw- en begraafboeken van onze collectie in Gelderland. En daar kunt u dus zien de inschrijving van de doop. Ja. In welke gemeente? Leeuwen is het. Gemeente Leeuwen. Ja. Nou, dit is de gemeente Leeuwen. Dit is de soort inschrijving. Doop, trouw, begraven, lidmaten. Dit is de jaren waar het over gaat. En dit is Nederduits gereformeerd of Rooms-Katholiek. Ik noem het Rooms-Katholiek. Rooms-Katholiek. Ja. Over de periode? 1780. 1780, nou. Er gaat een doopboek van 1748 tot 1780, Rooms-Katholiek. Dat is nummer 552-1. Er is helaas geen alfabetische naamlijst van. Dus geen index waarin u makkelijk op zou kunnen zoeken. Dus moeten we het origineel even bijpakken en even zien of we daarin kunnen vinden. En des te leuker het origineel. Oké, okay. Goed. Dit is dus een kopie van het originele doopboek van Leeuwen. Mm-hmm. En hier staan dus alle doopinschrijvingen in tot 1781. En we zochten welke datum? 28 januari 1780. 1780. Nou, daar is die wel. En op welke datum zouden ze gedoopt moeten zijn? Dit is een doopdatum, hè? Ja. Geen geboortedatum. Nee. 28 januari. Gedoopt Elisabeth, dochter van Antonie van den Hurk. Dat is er. Nou. Van deze doopinschrijving kun je dus verder naar de volgende. En op die manier kun je dus het hele gezin reconstrueren. Mm-hmm. Dan kom je dus automatisch ook bij het huwelijk de trouwinschrijving. Ja, ongeveer dan. Ongeveer. Ja, ja. En op die manier kun je dus weer verder naar de volgende generatie. Mm-hmm. En wat wel belangrijk is, altijd precies noteren wat je gevonden hebt en waar je het gevonden hebt. Ja. Dan kun je het later weer precies terugzoeken. Even kijken nog, de draad oppakken van vorige keer. Kwartier staat bijna vol, dit formulier. Ja. En je bent aan een nieuw begonnen. Ja, met mijn bed overgrootmoeder Jantje Freriks ben ik begonnen een kwartier staat te maken. En ik heb heel veel nieuwe namen gevonden vandaag en heel veel nieuwe data in de DTB-boeken. Ja. Nou, je bent een eind terug in de tijd. Ik denk dat nu ook
Je zegt ik heb een hoop gevonden, maar dat het toch een beetje langzamer gaat dan je gewend bent. Het gaat moeilijker. En ik stuit op problemen. Bijvoorbeeld bij een inschrijving van een doop wordt ineens een achternaam van een vader niet genoemd. En dan ben ik er via een gezinsreconstructie wel achter gekomen dat hij wel degene was die ik dacht. Die ik vermoedde. Ja. Maar dus wel met een omweg. En zo kon ik sommige dingen niet meer zo goed lezen. En, hoezo? Het handschrift niet? Of de... Handschrift niet, maar aan de andere kant ook Latijnse namen doen hun intrede. Hè? En, ja. Dat is een beetje puzzelen en vragen en nakijken. Ja. Je moet nu meer, inderdaad, wat je zegt, meer puzzelen, meer detectiveje spelen. Ja. En noem eens wat gegevens, behalve datgene wat je verteld hebt in het algemeen. Ik ben het land uit. Ik ben in België terechtgekomen, Waremme. Ja. Ja? En bij een andere voorvader, die komt waarschijnlijk uit Bremen, want die wordt genoemd Johannes Rust Bremensis. En ik mag aannemen dat ik in Bremen wat meer van hem zal vinden. Mevrouw de Jager, u bent nu gevorderde. Ja, dat ben ik. Meer kan niet. Nee, meer op paleografie kan niet meer, nee. Dat moeten we blijven doen. Waarvoor gebruikt u het, deze wetenschap? Nou, eigenlijk voor heel veel. Ten eerste genealogisch onderzoek. Maar ik zoek ook huizen uit hier in Den Haag. En daar hebben allemaal families gewoond. Dus die families zoek ik ook uit. En dat blijkt dan altijd, de eigenaars zijn allemaal dan zo'n beetje familie van elkaar. Of ze erven het of zo. Ja. En die handschriften die u dan bestuderen moet, die zijn zo 17e, 16e eeuw? Ja, zijn er ook bij, ja zeker. Ik heb zelfs een huis tot 1392 uitgezocht. En nu kan u lezen wat er staat? Ik kan lezen wat er staat, ja. Vond u het moeilijk? Ja, zeer moeilijk. Want elk handschrift is weer anders. Je moet er echt even op instellen om zo'n handschrift te leren kennen weer. Meneer Germanus. Een wat feestelijke afsluiting van cursussen paleografie voor beginners en gevorderden. Overal in het land worden ze gegeven. Zo ook bijvoorbeeld bij het Haagse gemeentearchief. Mensen bekwamen in de ontcijfering van oud schrift. Erg verschillend van nu? Je kan wel zeggen dat de teksten verschillen. Dus qua inhoud, als je officiële documenten hebt, dan verschillen de formuleringen, de standaardformuleringen aanzienlijk. De afkortingen verschillen. In de loop van de tijd. Andere woorden worden afgekort. Het gaat niet alleen om het kunnen lezen van het oude schrift, maar het gaat ook om het begrijpen van de taal. De tekst. Dat is een heel belangrijk component, vind ik, in de cursus paleografie, dat je de ambtelijke taal leert beheersen. Want dat is de helft van het eieren eten. Dat is voor deze tijd een hele toer, maar dat was het vroeger ook natuurlijk. Dat was het vroeger ook. Met name ook het gebruik van, het lijkt soms wel extra deftige woorden. Ja. En buitenlandse woorden en dergelijke. En dat verwacht je niet als je het niet weet. Nee. Dus het is een beetje thuis raken in de ambtelijke stijl, in de ambtelijke cultuur, zeg maar, van andere eeuwen. Terug even naar puur het handschrift. Ja. Zijn er regionale verschillen eigenlijk, van streek tot streek? Ja, die zijn er zeker. Het meest opvallende is het verschil tussen Oost-Nederlandse en Westelijk-Nederlandse teksten. Oost-Nederlandse teksten die lijken nog het meest, vind ik, op zeg maar, het Duitse courantschrift uit de 19e eeuw. Is dat het Gotische schrift? Ja, maar dan niet het gedrukte, wat je vaak daarbij voorstelt, maar dan het geschrevene. En dat wordt dan ook in de vervolgcursus, komt dat aan de orde. Ja, speciaal op dat Oost-Nederlands. Ja. Aan de edele heren magistraten van 's-Gravenhage. Geven met behoorlijke eerbiedingen te kennen. Uw edele gehoorzame krijger. Nee, kijkt u nog eens goed. Begin met een K. Keizer, kanonier. Ja. Niet kanonier. Kanselier, ja. Zo'n cursus die kan je een heel eind op weg helpen, denk ik. Leeslessen zijn voor een goed deel, hè? Ja. Maar zelfstudie blijft nodig. En je voortdurend veel trainen. Oefening, dat is het recept om het onder de knie te krijgen, ja. Dus dat gebeurt in die cursus ook. We lezen
teksten en de mensen maken huiswerk tussen de twee lessen door. En dat wordt dus ook keurig netjes nagekeken. En dan worden er weer andere teksten tijdens de les behandeld. Omdat de bedoeling is dat de mensen zoveel mogelijk teksten te zien krijgen. Om wat grondvormen te kunnen gaan herkennen bijvoorbeeld. Zonder een cursus kan je ook aan de gang? Lijkt mij moeilijk. Nou, met name waar we het net over hadden, die ambtelijke cultuur. Om daarin thuis te raken. En bovendien, ja, boekjes geven dan wat voorbeelden van letters. Maar iedereen schrijft die letters weer anders. Dat is nu zo en het was vroeger ook zo. Dus ja, daar zijn gewoon geen kant-en-klare boekjes eigenlijk voorhanden. Er zijn er ontzettend veel, maar ik denk niet dat je daar zelf mee het geheel onder de knie krijgt. Nee, nee. Wat ook belangrijk is, dat in de cursus de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgebouwd wordt. Terwijl als je zelf onderzoek doet, dan val je van de ene tekst in de ander. En die kunnen qua moeilijkheidsgraad nogal behoorlijk verschillen. Dan kom je in problemen. Nou, dan zou ik zeggen, ga naar zo'n cursus. Dan krijg je langzamerhand steeds moeilijker teksten te zien. En dan zit er een beetje een lijn in. Hoe verder je gaat, hoe meer erbij komt kijken. Maar ook hoe interessanter het wordt. Van stamboom tot familiegeschiedenis. Eenmaal wat vertrouwd geraakt met oude documenten, wil je ook dat die gekoesterd worden. De belangstelling voor vroeger groeit steeds meer. En dan is het moment niet ver weg waarop je overweegt je aan te sluiten bij een historische vereniging. Genealogen kunnen goed lid worden van onze historische vereniging of andere. Niet omdat daar nou heel specifiek iets voor genealogen wordt gedaan, maar de historische verenigingen die leveren meestal de context. Een stamboom uitzoeken, dat is iets, maar iets anders is nog te bekijken in welke sfeer, in welke context die voorouders dan hebben geleefd. En ik denk dat je met die vraagstelling heel goed bij historische verenigingen aan je trekken kunt komen. Er komt dan bij dat we bijvoorbeeld ook activiteiten ondernemen die te maken hebben met de methode van onderzoek. Er kunnen studiedagen georganiseerd worden, excursies. We gaan wel eens een kijkje nemen op plaatsen waar je niet zo gemakkelijk komt. Zoals vandaag bij het restauratieatelier De Tienschuur in Tilburg. Genealogen krijgen in de leeszaal van de diverse archieven te maken met archiefmateriaal. Hoewel er steeds meer op de microfiches terechtkomt uiteraard. Maar dat materiaal dat gaat wel eens kapot. Het moet gerestaureerd worden en dat zie je niet zo vaak. Je krijgt wel eens iets in handen waarvan je kunt zien dat het gerestaureerd is. Maar hoe dat nu gebeurt, dat kun je dan bij een restauratieatelier uitstekend zien. Perkament werd natuurlijk ook veel gebruikt omdat het zo'n duurzaam materiaal was voor het binden van banden, van boeken. Zoals je hier ziet bij dit deel, wat daarvan was maar een gedeelte meer aanwezig. En hierachterop zie je dat dit hier nieuw is aangebracht. Opnieuw op bezoek bij het CBG in Den Haag. Niet alleen omdat dat Centraal Bureau voor Genealogie medesamensteller is van deze serie op radio, televisie en met een boek. Opgericht in 1945, inmiddels steun en toeverlaat voor een ieder die met voorouderonderzoek bezig is. In de ruim 40 jaar dat dit bureau nu bestaat, zijn de verzamelingen zelfs tot een zodanige omvang gegroeid dat wij een speciaal boekje overzicht hebben moeten uitgeven om de bezoekers althans enigszins wegwijs te maken in die vele verzamelingen. Niet zoveel bladzijden, maar het verwijst naar gigantisch veel dan ook wel. Er is bijvoorbeeld naar gestreefd om een totaal overzicht te krijgen van alle dooptrouw- en begraafregisters die er in ons land zijn. Voor een groot deel waren die bij de Rijks- en gemeentearchieven in bewaring. Een ander deel was nog in particuliere handen, bij de kerkenraden, bij de pastoors. En dat alles is ondergebracht in een totaal overzicht. Wat wij noemen een repertorium DTB, dooptrouw- en begraafboeken. Uh-huh. Daar staan alle dooptrouw- en begraafregisters in die er in 1980 nog waren. En hier hebben wij ernaar gestreefd om met name eerst die registers die niet in de overheidsarchieven te vinden waren, die dus moeilijk bereikbaar waren voor de belangstellenden, om die op microfilm hier bijeen te brengen. Dat is nu zo goed als voltooid, een enkele aanwinst daar gelaten. En nu breiden we dat uit. We hebben inmiddels de dooptrouw- en begraafregisters van Groningen, Friesland, Drenthe grotendeels hier op microfiche, zodat ook de velen die meer in het westen van het land wonen en voorouders in het noorden of oosten of zuiden hebben, althans de primaire bronnen, het geraamte van hun onderzoek hier binnen onze studiezaal kunnen opzetten.
Daarnaast, u heeft een paar publicaties laten zien. U probeert naar buiten te treden en mensen een handje te geven middels allerlei boekjes die u zelf uitgeeft. Inderdaad, want met die primaire bronnen alleen is een genealogie niet gemaakt. Er zijn heel veel andere bronnen die schitterend aanvullend materiaal voor de geïnteresseerden verschaffen. Maar het is vaak moeilijk om daar de weg in te vinden. En daarom doen wij wat handreikingen door het publiceren van diverse handleidingen. We hebben bijvoorbeeld een speciale handleiding gepubliceerd voor genealogisch onderzoek in Duitsland. Oh, dat is leuk. Vanwege namelijk het feit dat zoveel sporen naar Duitsland leiden, inderdaad, denk ik. Inderdaad. We hebben om die reden ook heel veel doop- en trouwregisters uit het grensgebied op microfilm staan. En gezien de reacties is dat weer een stap in de goede richting. Ja. Mensen die moeilijkheden ondervinden bij hun onderzoek, ondanks alles wat u en uw bureau inmiddels heeft ondernomen. Nou, die kunnen hier terecht natuurlijk. Ja, inderdaad. Wij streven ernaar onze hulp te kanaliseren via deze studiezaal. Omdat we hier heel veel materiaal bij de hand hebben. Maar er zijn natuurlijk altijd gevallen waarin men absoluut niet verder kan. Waarin het onderzoek muurvast zit, ondanks het opvolgen van alle goede raadgevingen van cursusboeken en handleidingen. In zo'n geval proberen wij op een schriftelijk gestelde vraag een op maat gesneden antwoord te maken. Wat toch weer de onderzoeker over het dode punt heen helpt. En in veel gevallen lukt dat gelukkig. Bij alle naspeuringen, bij alle nieuwe gegevens die dat oplevert, komen er steeds ook nieuwe vragen. Zo gaat dat nu eenmaal. Wie helemaal niets weet, zich nooit verwondert, heeft ook geen vragen. Steeds weer gaat het erom feiten te verbinden met inzicht. Mijn voorouders, ik ken nu hun namen, data van geboorte, doop, ondertrouw, huwelijk, begraven. Maar wie waren ze? Hoe leefden ze? Waar, onder welke omstandigheden? Hoe zag hun streek eruit? En die streek zal dan vaak het platteland blijken te zijn. In de 18e eeuw zal ongeveer de helft van de bevolking daar gewoond en gewerkt hebben. Een onderscheid valt er te maken tussen het laaggelegen platteland en de hogere gebieden. In de kustgebieden waren er meer grote boerenbedrijven, waarvoor veel ingehuurde landarbeiders en arbeidsters nodig waren, bezitslozen. Op de hoger gelegen zandgronden was het inkomen weliswaar nog lager, maar de kosten van levensonderhoud kon men flink drukken, ook doordat er op keuterbedrijfjes voor eigen behoeften geproduceerd werd. De boeren weelden zoals schilders die ons voorhielden, lijkt romantischer dan de werkelijkheid in feite was. Ongekend voor de meeste stedelingen had het leven op het land een eigen ritme, overal nog vaak verschillend aangegeven door eigen klokkentijden. De bedrijvigheid liet zich er midden vorige eeuw ook splitsen in akkerbouwgebieden, vooral Zeeland en Groningen, en veeteeltstreken, Holland en Friesland. Maar dieren dienden er veelal nog louter als trekkracht. Er waren bijna evenveel paarden als varkens. En de hoofdnijverheid in dat Nederland was nog steeds agrarisch. Veel trekarbeid leverde dat op. Vanuit de steden, vanuit het buitenland zelfs. De eerste gastarbeiders, Hannekemaaiers. Vanuit het berooide, door oorlogen geteisterde Duitsland, Johannessen, Hannessen, die voor een aantal maanden deze kant uitkwamen om te helpen maaien in het rijke Nederland. Een aantal bleef. En ook dat maakt dat in ons vooronderzoek sporen naar Duitsland kunnen voeren. In dat lege Nederland moest iedereen voort. Vrouwen naast het huishouden volop ingeschakeld. Voor zover ze apart als meid dienden, werden ze per jaar aangenomen. Kosten in woning waren dan een aanzienlijk deel van de huurprijs. Inventaris van een Brabantse boerenhoeve tegen het einde van de vorige eeuw. Al meer werktuigen. Langzaamaan
was de landbouwmechanisatie op gang gekomen. Sommige boeren bedienden zich al van een rijenzaaimachine. En een meer efficiënte onkruidbestrijding won terrein. Hoe aarzelend ook nog, kwam er kunstmest in gebruik. Tot het platteland hoorden ook de veengebieden. Turfsteken was seizoenarbeid in het voorjaar. Aansluitend probeerden de arbeiders werk te vinden in de akkerbouw. Daarvoor moest er vaak veel worden gereisd. Dat kostte tijd en geld, al was het maar voor heffingen bij de vele, vele tollen die toen de wegen versperden. Als het water dat al niet deed, niet alleen door dijkdoorbraken, ook met overmatige regenval. Overstromingen eisten mensen en land. Door bedijking en inpoldering stelde men zich te weer. Dat nieuwe land kwam er door speculatiezucht van particulieren, totdat de overheid zich met de landinrichting ging bemoeien, ook ter wille van de werkgelegenheid. Ingenieur Lely werd grondlegger van het grootste project, de beteugeling van de Zuiderzee. Meer land, fabrieken en steeds meer machines ook, die het werk van de arbeiders op het platteland zouden overnemen. Niet langer geploeter van mensen, van dieren. Het deel van de beroepsbevolking werkzaam in landbouw en veeteelt zou steeds meer afnemen. Totdat Nederland industriële natie werd en het genoeglijke leven van de landman een schone herinnering aan iets dat nauwelijks bestaan had. Open einde is de titel van de laatste aflevering, volgende week zondag om 7:15 op Dit Net. In het boek veel informatie over de verschillende archieven die je kunt raadplegen. Verkrijgbaar bij de boekhandel of bij Teliac. Bel tijdens kantooruren voor informatie over de bestelwijze. 030 946 946.